Welkom, we gaan kijken naar BOP van het examen 2017. Vraag 18. Te veel fosfaat in het oppervlaktewater leidt tot afname van de waterkwaliteit. Een van de oorzaken is het uitspoelen van kunstmest vanaf landbouwgrond. Geef de naam van de vakterm. Dat is een beetje. Dat is eutrofiëring. Het staat in de scheikundeboeken een beetje verstopt, een beetje weggedrukt. Maar het staat ook op de lijst van zaken die leerlingen moeten weten voor het eindexamen. Dus ze kunnen er naar vragen en in 2017 deden ze het. Vraag 19. Twee omzettingen in die bacteriën worden naar voren gehaald. En wij moeten bij de juiste letters de juiste verbindingen zetten om die twee processen samen te vatten. Om welke processen gaat het? In de aerobe tank zetten bacteriën PHB om tot koolstofdioxide en water. Dat is het eerste proces. En het tweede proces, de bacteriën in de aerobe tank nemen fosfaat op en zetten dit om tot polyfosfaat. Wat moeten we precies doen? We hebben een keuze. We hebben een keuze uit vijf verbindingen. Fosfaat, koolstofdioxide en water, noem ik even één verbinding. Polyfosfaat, PHB en zuurstof. En die moeten komen bij de juiste letter. We kijken, de aerobe tank wordt door de bacteriën PHB omgezet tot koolstofdioxide en water. PHB is al in de bacterie aanwezig, wordt omgezet in koolstofdioxide en water. En dat is een verbranding. En daar is zuurstof voor nodig. Nou, als je nu kijkt, een van de twee processen. PHB is al aanwezig, zit hier al in. Zuurstof is er nodig voor die verbranding, dat komt van buiten. En dan wordt CO2 en H2O, koolstofdioxide en water, weer uit de bacterie naar buiten gebracht. Dus, C is PHB, D is zuurstof, E is koolstofdioxide en water. Tweede proces, de bacteriën in de tank nemen fosfaat op en zetten dit om in polyfosfaat. Nou, ze nemen fosfaat om en ze zetten dit om tot polyfosfaat. Dus A is fosfaat en B polyfosfaat. Vraag 20. Is de omzetting van polyfosfaat tot fosfaat nu een endotherm of een exotherm proces? Nou, wat lezen we hier? De bacteriën halen deze energie die nodig is voor de omzetting van koolstofverbindingen tot PHB. Deze energie halen ze uit de afbraak van polyfosfaat tot fosfaat. Dat betekent dus dat voor de omzetting van polyfosfaat tot fosfaat we kunnen concluderen dat de energie vrijkomt. En een proces waarbij energie vrijkomt, dat noem je een exotherm proces. Ik ga het nog even duidelijk maken. Exotherm kun je zo lezen. Exit betekent naar buiten toe, naar buiten gericht. Term is eigenlijk warmte en iets breder getrokken is dat energie. Dus hier staat eigenlijk met exotherm energie naar buiten toe. Dus een proces waarbij energie vrijkomt. Dit is het polymeer en gevraagd werd wat is nu het monomeer dat hierbij is gebruikt en de formule van het monomeer was ook al gegeven. Dit gaat om een condensatiepolymeer, stond ook in de tekst. Dan gaan we op zoek naar de estergroepen. Dit zijn de estergroepen die in het polymeer aanwezig zijn. Ik heb hier een halve estergroep en daar zit de andere helft. Dit zijn de estergroepen. En als we op zoek gaan naar het monomeer, dan snijden we dwars door die estergroepen heen. Ik neem deze even over. Als ik nu die estergroepen doorgesneden heb, haal ik dit zwart er even uit. Zo. En ik koppel aan zo'n C-dubbelgebonden O altijd een OH-groep. En aan de andere kant een H'tje, want nou ja, bij een polycondensatie wordt er water afgesplitst, H2O. Dus als ik nu terug ga, dan moet er weer water bij. En je ziet één H'tje en een OH samen, H2O, komt er dan weer bij. Bij een C-dubbelgebonden O komt er altijd een OH bij. En bij een O'tje komt hier alleen nog een H'tje.
En nou ja, die zitten daar en daar ook. En als je telt, dan vind je ook C4H8O3. Maar eigenlijk was dat gegeven niet nodig. Vraag 22. De vergelijking voor de omzetting van PHB tot koolstofdioxide en water. Dat is dus die verbranding die we eerder zagen. PHB werd voorgesteld C4H6O2 1000 keer. Nou, zuurstof O2 wordt CO2 en H2O. Ik moet deze verbrandingsvergelijking kloppend maken. En ik maak het mezelf niet te moeilijk. Ik schop eerst even die 1000 eruit. En dan ga ik deze vergelijking kloppend maken. En daarna ga ik die 1000 weer invoegen. Links 4 C'tjes. Dus rechts heb ik ook 4 C'tjes. Ga ik naar de haakjes toe. Daar staan er 6. Dus daar komt een 3 voor. En de O'tjes. Hier staan er 4 keer 2 plus 3. 11 O'tjes rechts. Dus heb ik er ook 11 links nodig. Hier staan er 2. Dus nog 9 moet er geleverd worden door O2. Dus er komt een 4,5 voor. Dan heb ik een 4,5 keer 2, heb ik een 9. Een breuk, dat mag niet. Dus ik vermenigvuldig alles met 2. Dit is de vergelijking voor de verbranding van C4H6O2. Maar dat is geen PHB. PHB was C4H6O2 1000 maal. Dus ik ga nu die factor 1000 hier weer invoegen. Ga ik nu doen. Ja, als ik nu begin met 1000 keer zoveel beginstof, dan heb ik ook 1000 keer zoveel zuurstof nodig. En dan krijg ik 1000 keer zoveel eindproducten. Dus ja, dit wordt 1000 keer, 1000 keer, 1000 keer. En dan moet ik de hele handel nog eens een keer delen door 2, want daar staat nog een 2'tje en al die andere getallen zijn deelbaar door 2. Dus dit wordt mijn eindvergelijking. De pH-berekening. Er is een basisoplossing en met een basisoplossing moet ik gaan rekenen met de pOH. De pH is 7,8. Dus de pOH moet ik eerst berekenen via deze formule. De pOH is dan 14 min die 7,8, 6,2. Concentratie OMN 10 tot de macht min pOH. Dan zou je denken, zet in, tikt in je rekenmachine 6,3 keer 10 tot de min 7 molair. Maar even om de significantie denken. Ik mag maar één significant cijfer gebruiken. Want de pH is 7,8, dat is een pH, dus dat betekent dat het aantal significante cijfers wordt bepaald door wat er achter de komma staat. Dus hier staat maar één significant cijfer. Dus mijn antwoord moet ook in één significant cijfer. En kijk straks ook even goed naar het antwoordmodel, daar wordt het ook heel goed benadrukt. Een stevige rekenvraag. Bereken het aantal kilogram magnesiumchloride oplossing dat minstens per dag moet worden toegevoegd aan het slib om al het aanwezige fosfaat om te zetten tot 2,5 ton struviet volgens reactie 1. Nou, dit is mijn struviet en hier zijn mijn magnesiumionen die ik ga gebruiken en die in mijn magnesiumchloride oplossing zitten. Die molverhouding tussen die magnesiumionen en dat struviet is 1 op 1. Dat verzin ik niet, maar dit haal ik gewoon uit reactie 1. Ik had die net zo goed reactie 1 neer kunnen schrijven, maar dan wordt het zo'n gepriegel en zo'n drukte. Ik neem alleen de molverhouding nu van magnesium 2 plus en struviet. Doe me een lol, reken om naar een mol. De massa weet ik, 2,5 ton. Kan ik omrekenen naar grammen. 1 ton is 1000 kilogram. En 1000 kilogram is een miljoen gram. Molaire massa was gegeven en dan kan ik het omrekenen naar de mol massa gedeeld door molaire massa en dat geeft mij dit bedrag. Dit bedrag laat ik gewoon staan op mijn rekenmachientje. Molverhouding is 1 op 1, dus ik heb net zoveel mol magnesium 2 plus nodig. Maar dat is nog niet het antwoord, want ik moest weten hoeveel kilogram magnesiumchloride oplossing ik nodig had
En die oplossing die bevat 32 massaprocent magnesiumchloride. Oeh. Ik weet dat ik zoveel mol magnesium 2 plus nodig heb. Hoeveel magnesiumchloride is dat? Nou, als magnesiumchloride oplost, dan splitst het in de ionen. En je ziet de molverhouding tussen magnesiumchloride en magnesium 2 plus is 1 op 1. Dus ik heb net zoveel mol magnesiumchloride nodig. Ja, dan ben ik weer een stapje verder. Het aantal gram. Massa is molaire massa keer mol. De molaire massa van magnesiumchloride keer het aantal mol geeft mij het aantal gram magnesiumchloride. En nou kom ik al in de buurt van het antwoord. Want ik wil weten hoeveel kilogram magnesiumchloride oplossing ik nodig heb. Ik moet nu echt even kijken naar de oplossing. En van die oplossing weet ik dat 32 massaprocent magnesiumchloride is. Dus 32% van de totale oplossing heeft een massa van nou, dit aantal gram magnesiumchloride. Nou, ik kan een verhoudingstabel maken. 32 massaprocent. Dat wil zeggen 32 gram magnesiumchloride op de 100 gram oplossing. Maar ik heb niet 32 gram magnesiumchloride nodig. Maar dit bedrag, daar staat het. Dan kan ik uitrekenen hoeveel gram oplossing ik nodig heb. Die keer die gedeeld door die. En dat is 3 keer 10 tot de derde kilogram uiteindelijk. Dit zijn grammen, reken er even om naar kilogrammen. Twee significante cijfers en dan ben ik er. Oké, dit was hem. Bedankt.